Is het boekje nu wel of niet echt door Paul van Limburg gemaakt? Een van de drie beroemde gebroeders van Limburg die eind 14e eeuw in Nijmegen geboren werden. Daarover ging het vandaag in het museum Het Valkhof. Het debat onder kunstkenners. Het was een afsluiter van het 12e Gebroeders van Limburg Festival. Het gaat allemaal om dit boekje. Het 600 jaar oude werk kwam recent in het bezit van deze kunsthandelaar die het best wil verkopen. Well, the price is 12 million euro. En dat is volgens de verkoper nog een schappelijke prijs. Als je bedenkt dat het hier gaat om een werk van een van de beroemde gebroeders van Limburg. Kunstkenner Eberhard Koenig schreef er zelfs een lijvig boek over. Ik ben völlig davon überzeugt. En ik glaube, ik kan deze Limburg-brüder immer in allen Limburg-handschriften wiedervinden. Maar Rob Dukers deed zijn eigen onderzoek. En dan komt u met de mededeling dat het waarschijnlijk niet van de gebroeders van Limburg is. Nou ja, laat ik één ding vooropstellen. Ik ben ook ontzettend enthousiast over dit boekje. Want het is gewoon een prachtig handschrift. En naar mijn gevoel zo dicht als dat je bij de gebroeders van Limburg kunt komen. Volgens hem gaat het dus om iemand die de stijl van de gebroeders perfect wist te imiteren. Maar dat gaat er bij Koenig niet in. Nachfolger maken alles dürrer en ärmlicher. Es gibt keinen Nachfolger von Beethoven, der dann plötzlich darüber hinausgewachsen wäre. Maar al is het dan niet van de gebroeders van Limburg, dan nog is het volgens vriend en vijand een bijzonder boekje. Je zou bijna kunnen zeggen van het is een perfect substituut voor een echt handschrift van de gebroeders van Limburg. Is het toch maar koper dan? Als ik het geld had, dan had ik het nu al gekocht.